En bij de bestrijding van huiselijk geweld moet de inheemse gemeenschap niet vergeten worden. Dit zegt Sharda Ganga, directeur van Stichting Projecten tegen de STVS Nieuwsredactie. Gisteren is het trainde trainerstraject van het project Inheemse gemeenschappen tegen huiselijk geweld afgerond. Stichting Projecta heeft in deze samengewerkt met de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS. We maken beleid in Suriname en in dat beleid en in de programma's houden we heel weinig rekening met mensen die niet in de kustvlakte wonen. De meerwaarde is dat er eindelijk aandacht wordt besteed aan huiselijk geweld in die gemeenschappen. En dat er eindelijk wordt gezocht naar per gemeenschap, per regio, want dat doen we ook in dit programma, naar waar moet ik naartoe? Want als je ver in het binnenland woont, kun je niet zeggen van, hé, ik word mishandeld of wat dan ook, ik stap naar de politie. Los van dat we vrouwen klaarstomen om als een soort eerste hulp, eerste aanspreekpunt te fungeren, dat ze ook per dorp en per regio kijken naar, oké, als er iets gebeurt, wat is mijn volgende stap? Naar wie kan ik binnen de context van waar ik nu ben? Het programma wordt gefinancierd door het UN Trust Fund to End Violence Against Women. Het project is tot stand gekomen doordat een dorpshoofd het onderwerp huiselijk geweld bij de inheemsen onder de aandacht bracht van Stichting Projecta. Het probleem is dat er weinig aandacht hieraan wordt besteed. En er is een gebrek aan middelen en capaciteit voor de aanpak. In het eerste jaar hebben we de organisatie van het programma opgezet. En daarnaast hebben we een baseline studie laten uitvoeren. Omdat je natuurlijk eerst in beeld moet brengen van wat zijn de omstandigheden, wat zijn de omstandigheden in de dorpen. Er is ontzettend weinig vastgelegd. En ontzettend weinig onderzoek gedaan naar geweld, huiselijk geweld in de dorpen. Die baseline hebben we nu, we zijn nu in jaar 2, hebben de training of trainers opgezet. En de rest van het jaar werken we aan het brengen naar de regio's en de dorpen zelf. En wat daarbij komt, is dat er ook in de dorpen wat we noemen een case management systeem wordt opgezet. De FITS heeft al een systeem waarbij ze gevallen van geweld registreren. Maar dat gaan we dus uitbreiden. En de bedoeling is dat de data die we verzamelen, of niet wij, maar de FITS, over gevallen van huiselijk geweld, dat die dan ook gevoed kunnen worden in de nationale data. Van de nationale statistieken van huiselijk geweld. Het doel van het trainde trainerstraject is om ervoor te zorgen dat er in de meeste dorpen een eerste aanspreekpunt aanwezig is voor slachtoffers van huiselijk geweld. Gail Timpico, die namens de stichting Mulokot geparticipeerd heeft, deelt haar ervaring. We hebben geleerd over huiselijk geweld, geweld tegen kinderen, verschillende gesprektechnieken en ook praktische tips om de aanpak van huiselijk geweld, vooral als je ermee geconfronteerd wordt. Voor mij was het belangrijk omdat wij van de Wayana gemeenschap in KWM Hakan zowel Apetina ook te kampen hebben met huiselijk geweld. En door de training die we de afgelopen dagen hebben gevolgd, kunnen wij dit nu eindelijk op de voorgrond plaatsen.